Wat hebben een parketmagistraat, een kunstenares, een dokter, een kledingontwerper en een lichtdesigner met elkaar gemeen? Het zijn mensen uit 5 verschillende domeinen, maar hun roots liggen in Genk. In de reeks Geniale Genkenaren gingen we de afgelopen weken op zoek naar de crème de la crème van Genk. Mensen die met hun verwezenlijkingen erin geslaagd zijn hun stempel te drukken op hun vakgebied. Zo was er Odile Kinaar, een kunstenares met wereldfaam. Ik heb een opleiding regentes Nederlands-Engels en ik had wel wat vrije tijd. En hier in Genk werden avondlessen keramiek en beeldhouwen gegeven. En ik dacht, dat is misschien wel iets dat ik plezierig zal vinden. En dat was ook zo. Op die manier ben ik er eigenlijk aan begonnen. Het is eigenlijk een hobby die uitgegroeid is tot iets professioneels. Maar dat was eigenlijk de bedoeling oorspronkelijk niet. Ik ben pas gestopt met lesgeven toen ik ongeveer 50 jaar was. Op een bepaald moment moest ik kiezen, want de beelden maken werd ook druk. En dan heb ik uiteindelijk voor het creatieve gekozen. En van de beeldende kunst maken we een sprong naar de modewereld. Egidio Fauzia is de zoon van een Siciliaanse mijnwerker uit Waterschei. Maar hij is vooral een klinkende naam uit de fashion-industrie. Ik ben geboren in Genk. Mijn ouders zijn emigreerd uit Sicilië begin jaren 50. Studeren, eerlijk gezegd, dat lag me niet zo. Ik wist één ding, ik wil een winkel gaan openen, dat wil ik. En dan ging je dus inkopen doen, dus kleding voor een seizoenskleding. En ik had altijd kritiek. Ach, dat hadden ze zo moeten doen. Maar alleen, waarom hebben ze dat niet zo gedaan? Waarom hebben ze dat een lange mouw? Een korte mouw hadden ze moeten doen. En op een bepaald moment heb ik gezegd, ja, Egidio, heb ik tegen mij gezegd, weet je het beter? Ja, doe het dan zelf, hè, jong. En zo is dat eigenlijk begonnen. 25 jaar geleden richtte Willem Onbelet in het ziekenhuis Oost-Limburg een fertiliteitscentrum op. Nu is hij de bekendste gynaecoloog van het land met de bijnaam peetvader van de Limburgse proefbuisbaby's. Ik heb gestudeerd in Leuven tot dokter en dan gekozen voor gynaecologie. Ik vooral omdat gynaecologie iets aantrekkelijk was, omdat daar veel verschillende mogelijkheden waren van werken. Dat was niet alleen echografie, dat was ook verlossingen, dat was operaties, dat was alles een beetje. En dan heb ik ook 3 jaar opleiding gehad in Pretoria in Zuid-Afrika. Dat was toen gewoon voor Vlamingen, ging regelmatig naar Zuid-Afrika om verloskunde vooral te leren. Maar daar ben ik dan in het IVF-centrum terechtgekomen, zeer nieuw, want dat was het tweede in Afrika, in heel Afrika. We hebben daar ook de tweede proefbuisbaby in Afrika gemaakt, eigenlijk in 1984. En eigenlijk via de mensen van Zuid-Afrika ben ik dan ook in Genk geraakt. Dus we hadden een IVF-centrum in direct een van de grotere en de betere in België. Dus dat was toch een grote vooruitgang. En dan, het volgende stap is eigenlijk geweest de organisatie van congressen. Ja, dat is het auditorium hier. Hier zijn we 20 jaar geleden voor het eerst begonnen met het eerste congres. We waren eigenlijk van plan een congresje te doen voor een minimaal aantal mensen, een 50-tal mensen, experten. Maar toevallig en door het feit dat we een paar bekende andrologen kenden, is dat uitgegroeid tot een reuze congres van 700-800 mensen. Op dat ogenblik was dat een zeer groot wetenschappelijk congres, het grootste op het gebied van mannelijke infertiliteit in de wereld. Ja, mooie tijden. Als ras-echte Genkenaar ben je fan van KRC Genk. Zo ook Patrick Booyen. De club breekt records op de grasmat. En Patrick doet dat in de rechtszaal. Hij is recordhouder in het voorzitten van Assisezaken. Na 3 uur beraadslagen was de jury eruit. Rond 2:30 las voorzitter Jordes het verdict voor. Veroordeeld Klottemans als voornoemd hier aanwezig tot 30 jaar opsluiting. Klottemans reageerde gelaten op de uitspraak. De openbare aanklager had deze voormiddag nog een levenslange celstraf geëist. Patrick Booyen noemde Klottemans een kernpsychopaat. Ik hou mij fulltime bezig met moordzaken. En dat is dan geen 9-to-5 job, dat is ook een job waar je niet een aan- en uitschakelaar hebt. Moord ook zit. Heeft ook veel te maken met emotie in een aantal gevallen. De dood van mensen brengt veel emotie teweeg.
bij families van slachtoffers, bij de nabestaanden, maar ook bij de daders. En dat zijn zaken die toch wel heel veel indruk maken op mij. En dat is niet zo gemakkelijk om dat los te laten. En dat is iets wat ik op de voetbal wel kan. De wedstrijd van Racing Genk kan ik die zaken wel enkele uren van mij afzetten en loslaten. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Als afsluiter van de reeks Geniale Genkenaren komt het spotlicht terecht op Luc Peumans, Holiday on Ice, de shows van K3, de belichting van de SeaMind-site. Luc brengt er het licht. Het plein is multifunctioneel inzetbaar voor allerlei dingen. De twee schaakbokken zijn eigenlijk de grote sterren van het plein. Als hier een evenement doorgaat, kunnen de schaakbokken eigenlijk mee, dus de sfeer bepalen van het plein. Als er geen licht is, komen de mensen volgens mij niet buiten. Gewoon licht is een heel bepalende sociale factor. Ja, het is heel fijn dat we straks ons kantoor hier hebben en dat we hier s'avonds, als je door het raam kijkt, dat je hier kunt je eigen werk kunt zien. Want voor de shows die we gedaan hebben, ik heb er eigenlijk heel, heel fijne ervaringen en super dingen voor gedaan. Maar dit zijn zo van die dingen, dat blijft bestaan en dat is fantastisch gewoon.